Dag allemaal, we hadden wat technische problemen, maar we schijnen nu toch live te zijn. Mijn naam is Marcel Broersma, ik ben hoogleraar Media Studies en Journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. En ik ben een van de coördinatoren van het programma De Digitale Samenleving. En in dit panel praten we over een aantal projecten die plaatsvinden in het MWO-programma De Digitale Samenleving, De Geïnformeerde Burger. Dat is een programma dat is ontwikkeld in samenwerking tussen MWO en VSNU Digitale Samenleving programma. Waar een aantal, een vijftal projecten in zijn gehonoreerd. En drie hiervan, daar spreken we mee op dit moment. Dus we zijn een vijftal gasten hier vandaag. Die ik graag van harte welkom heet. In dat programma De Geïnformeerde Burger. Kijken we hoe digitale technieken beter afgestemd kunnen worden op maatschappelijke wensen, behoeften en vaardigheden en andersom. En daar doen al deze gasten onderzoek naar. Dus ik praat vandaag met Emiel Kramer, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. Zijn project heet Better Informing Citizens About Current Debate. Ik praat met Dong Wing, universitair docent aan de Universiteit Utrecht. En zij werkt aan het project The Power of Words, hoe taalgebruik generaties online verbindt. En ze werkt samen met Kevin Willemsen van onderzoeksbureau Emma, dat onderzoek doet naar maatschappelijke vraagstukken, ook de overheid daarover adviseert. En dan later in het tweede deel van dit gesprek komt ook Maarten van Steen erin, hoogleraar computerwetenschap aan Universiteit Twente. En hij doet onderzoek naar voetgangersgedrag. Hoe meet je dat nou? Hoe doe je dat nou zoals het wel moet? Dus welkom allemaal. En ik wil eigenlijk beginnen met Emiel. Want Emiel, in dat project dat jij hier hebt en ook verder in je onderzoek, hou jij je bezig met moderatie van content op platforms. Het samenvatten van online discussies op nu.nl, een van de grootste nieuwssites in Nederland. Maar hoe zit dat eigenlijk met jezelf? Meng jij je ook in het publiek debat? Reageer jij ook onder al die nieuwsberichten? Nou, ik moet zeggen, door het project ben ik wel steeds meer gefascineerd geraakt door online discussies. En ik volg ze ook steeds nauwlettender, ook in mijn vrije tijd. Komt voor een deel ook door corona. Daar kun je veel van zeggen, maar corona heeft een hoop nadelen. Maar het levert wel een hele hoop hele leuke online discussies op. Tot nu toe reageer ik zelf niet, vooral omdat ik gewoon erg geïnteresseerd ben in het debat en me daar niet in wil mengen. Maar ik moet zeggen dat de neiging om te willen reageren wel steeds groter aan het worden is. Waar komt dat door? Omdat je je opwindt over het debat? Of ik wil nu ook zelf weten hoe dat zit? Ja, je ziet zoveel verschillende onzinnige berichten. Ik ben ook geïnteresseerd in risicocommunicatie en daarover zie je zoveel verschillende onzin voorbij komen, dat het wel steeds uitdagender wordt om te reageren. Ja, dat kan ik me voorstellen. En Dong, in jullie project kijken jullie naar verschillende generaties. Jullie willen de empathie tussen generaties vergroten. En hoe zit dat met jou? Heb je nou het gevoel dat je meer op één lijn zit met mensen uit jouw eigen generatie en meer van mening verschilt met bijvoorbeeld oudere mensen? In mijn directe omgeving valt het denk ik wel mee. Dan zit ik vooral op één lijn, denk ik, met de meeste mensen die ik ken. Maar ik zie het wel natuurlijk wel terug in sociale media. Dus als je kijkt naar discussies op Twitter bijvoorbeeld of discussies op nu.nl, maar ook wat in het nieuws natuurlijk besproken wordt, dus demonstraties vanuit verschillende groepen. Dus daar zie ik het heel erg in terugkomen. En wat ik eigenlijk wel interessant vind, is dat wij dit project begonnen met interesse naar klimaatdiscussies, waarbij generaties natuurlijk ook terugkomen. Maar je ziet het ook in andere discussies, zoals pensioenstelsel en natuurlijk nu ook met COVID, waar de effecten op verschillende generaties ook heel anders zijn. Ja, dat is dat is mooi om te zien, denk ik. Of in ieder geval interessant voor ons als onderzoekers. Het is een goudmijn in die zin. En Kevin, jij komt veel mensen tegen. Je doet ook panelgesprekken met burgers. In jouw onderzoek voor Emma. Hoe zit het eigenlijk met jezelf? Ben jij iemand die dan gaat modereren tussen verschillende meningen? Of hou je wat op de vlakte? Meestal is mijn rol daarin vooral luisterend en hou ik me inderdaad een beetje op de vlakte en kijk ik gewoon wat er gebeurt. En dat is, als je een panelgesprek doet, dan moet je dat soms een beetje modereren, anders dan komt het er niet uit. Maar wat ik
vooral ook vaak doe is het bijhouden van discussies online, zoals Emiel zei, en dan een beetje op social media. En daar is de rol natuurlijk vooral van die van observant. Kijken wat in je directe omgeving, als je naar een feestje gaat, ben jij dan degene die de verschillende groepen bij elkaar brengt? Of? Nou, meestal als ik naar een feestje ga, dan is het een vrij homogene groep mensen, dus die zijn het vaak wel met elkaar eens over de meeste dingen. Of het zijn vrij voorzichtige mensen die confrontatie aangaan, dus dat is niet echt nodig. En ook daarin denk ik dat ik vooral graag luister en de inbreng, zelf inbrengen, dat doe ik liever in één op één gesprekken waar het ook weer uit is. En ook iets minder dan publiek hebt. Is dat iets dat we vaker zien, Emiel? Dat die gesprekken online zich toch eigenlijk heel anders ontwikkelen dan dat ze in een meer privécontext gebeuren? Ja, dat is denk ik heel evident het geval. Wat ik vooral heel opvallend vind is bij die online gesprekken, is dat het lijkt eigenlijk niet echt op een gesprek. Mensen reageren heel erg op het eerste bericht, reageren misschien op de mening die daarvoor staat. Waardoor je toch, goed, we kijken vooral op nu.nl, dat moet ik er wel bij zetten, waar je ziet dat er heel snel heel veel reacties komen. Dus dat gaat echt om duizenden reacties binnen een paar uur. Kun je ook niet meer volledig overzien. Hè? Maar ja, je ziet niet een soort echte wisseling van of uitwisseling van gedachten. Dus heel erg zenden en... Sorry? En hoe komt dat? Is dat omdat de drempel zo laag is dat iedereen gewoon zijn mening online gooit? Ja, ik denk dat er verschillende factoren zijn. Ik denk dat zeker een factor is. Ik denk dat een andere belangrijke factor ook is dat het gewoon niet te overzien is. Okay, dus we hebben bijvoorbeeld op het moment dat de overheid besloot... Het is nu helemaal... Sorry. Ik hoor wat op de achtergrond, maar praat gewoon door. Oké. Okay. Ja. Nou ja, goed, we hebben bijvoorbeeld een analyse gedaan van de online discussie die plaatsvond toen de Nederlandse overheid besloot om AstraZeneca niet meer te geven aan mensen onder de 60. Ja, dan zie je dat er gewoon heel snel heel veel reacties komen en iedereen gaat gewoon zijn eigen mening geven. Oh, ik ben er wel blij mee, ik ben er niet blij mee. Maar ze reageren niet echt meer op elkaar, ook omdat het gewoon niet te overzien is. Je kunt de discussie op dat niveau gewoon niet bijhouden. Nou, we gaan eens even kijken hoe Nederlanders dat ervaren. Want Sander Dennekamp is voor ons op pad gegaan om op straat te vragen hoe zij eigenlijk aankijken tegen dit soort online debatten. Zouden we nu moeten horen. We horen het niet. Dus ik denk dat dat wat moeilijk gaat. Maar waar het op neerkomt volgens mij is dat, in het citaat dat we hebben van degene die op straat wordt aangesproken, dat mensen zeggen van ja, ik reageer wel eens op berichten. En ook wel een beetje op de berichten die eronder stonden, want dan kijk je daarna en dan denk je van ja, en dan krijg je toch, als je het op die manier zegt, dan krijg je een ander beeld van wat er gebeurt in die gesprekken. En wat die persoon dan ook zegt, en daarom dacht ik dat de aanvullende informatie die ik gaf, dat het weer zou helpen bij het bericht. Dus mensen hebben blijkbaar ook het gevoel dat ze bijdragen aan het debat. Zelfs als ze misschien wat vanuit de heup schieten. Herken je dat, Emiel? Ja, ik herken dat wel. Wat je sowieso ziet is dat er een enorme variëteit aan reacties is. Hè? Dus sommige mensen reageren echt wel goed, geven ook echt waardevolle informatie. En andere mensen hebben veel meer die wat je zegt, de uit de heup schiet reactie, die minder toevoegt. Dat is ook wel een aspect waar we erg in geïnteresseerd zijn. Wat is nou, niet alleen geïnteresseerd van, nou, is dit een beledigende opmerking of een niet beledigende opmerking, maar ook is het een constructieve opmerking voor het debat? Gaat het debat erdoor verder? Dus ja, ik ken dat wel, ja. En kun je iets vertellen over jullie onderzoek? Want jullie proberen die sociale cohesie en die constructiviteit in het debat wat er weer in te brengen. Ja. Hoe doen jullie dat? Nou, we doen eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant proberen we beter begrip te krijgen voor hoe moderatie verloopt. Bijvoorbeeld nou, bijna op een etnografische manier mee te kijken met hoe moderatoren omgaan met dit soort discussies. Een van de dingen die heel opvallend is dat ook vanwege corona de toename in de online reacties enorm gestegen is. Bijna niet meer bij te houden voor mensen.
En tegelijkertijd proberen we zeg maar het gesprek ook samen te vatten. Dat je als je een gesprek ziet, dat je niet alleen maar een lijst ziet met 2.000 of 3.000 reacties. Maar ook een soort van overzicht van, nou, dit zijn de verschillende meningen die voorbij zijn gekomen. Dit is een goede bijdrage vanuit de ene opinie. Dit is een goede bijdrage vanuit de andere opinie. Zodat als je aan dat debat deel wil nemen, je niet eerst een paar duizend berichten door moet nemen. Wat sowieso niemand doet. Maar in ieder geval meer een overzicht hebt van wat er aan vooraf is gegaan. Dus langs die twee lijnen proberen we dat debat te verbeteren. En wat is dan uiteindelijk het doel van deze exercitie? Ja, het uiteindelijke doel is wat ons betreft toch dat het debat beter verloopt. Het is een ambitieus doel, maar nu zie je toch vooral dat mensen heel erg aan het zenden zijn en dat veel boodschappen ook gemist worden of veel opinies. En op deze manier hopen we dat je een meer gebalanceerd, meer gebalanceerde weergave van het debat kunt geven, waarin verschillende meningen ook tot hun recht kunnen komen. Dat zou onze ambitie zijn. Een andere ambitie, dus ook een ambitie die de persgroep interessant vindt, de partij waarmee we samenwerken, is dat door een beter debat mensen er ook meer voldoening uithalen en er ook vaker op een constructievere manier aan deel zullen nemen. Dat is een beetje waar we naartoe zouden willen gaan. En zie je nou in dat debat, hè, dat raakt toch wel wat gepolariseerd. En dat lijkt me ook als je de kwaliteit van het debat wil vergroten, lijkt me dat lastig. Want dan zit je met name met twee uiterste stellingen. En al het grijs dat ertussen zit, dat komt dan misschien minder terug. Ja, dat klopt. Aan de andere kant, zelfs als je een gepolariseerd debat hebt. Kijk, neem de vaccinatie, hè. Nu een complex en hot issue. Kijk, mensen die tegen vaccinatie zijn, kunnen daar soms wel goede argumenten voor hebben. En daarna luisteren, ook als je een voorstander bent van vaccinatie, kan wel het debat verbeteren, denk ik. Dat hopen we in ieder geval. Dus ook als je verschillende meningen hebt, maar je probeert die meningen constructief uit te leggen of uit te dragen, dat zou hopelijk het debat kunnen verbeteren. Ik bedoel, ik ben niet heel optimistisch dat je dit probleem in één keer opgelost krijgt. Maar gewoon door verschillende opinies op een constructievere en nettere manier naast elkaar te zetten, hoop je dat dat debat toch verbetert. Wat we eerder ook hebben gezien bij veel nieuwsmedia, hè? Die hebben gewoon de functie gesloten. Die zeggen van dit leidt tot zoveel ellende, dat doen we niet meer. Ja. Is dat jammer? Is dit, en zou dat hieraan kunnen bijdragen, dat je dat toch weer wat erin brengt? Ja, dat hoop ik. Ik denk, alles wat je erover kunt zeggen, dat is wel bekend. Maar ik denk toch dat het is goed om te zien hoe mensen denken. En dat je dat kunt lezen, ook online, is denk ik toch waardevol. Je ziet ook duidelijk dat er een hele grote behoefte is van mensen om te reageren. Als je gewoon kijkt naar de hoeveelheid reacties op nu.nl, die is zo gigantisch gestegen het afgelopen jaar. Dus er is blijkbaar wel een behoefte van mensen om te reageren. En ja, je ziet uitwassen, maar ik zie ook wel degelijk mensen die proberen om het debat verder te helpen. Dus ja, ik zou het jammer vinden als het online debat gesloten wordt. En wat is het belang van een organisatie als nu.nl hierbij? Wat hopen zij hieruit te halen? Zij hopen dat mensen tevreden zijn over de site. Zij hopen dat mensen het prettig vinden dat ze kunnen reageren op het nieuws. Ik denk dat nu.nl ook wel interessant is in deze context, omdat het pretendeert om een soort van niet-ideologische, het is niet links of rechts, het is echt een probeert een brede nieuwssite te zijn. En je ziet dus ook dat het heel breed gelezen wordt en dat je dus ook heel veel verschillende meningen daar tegenkomt. En dat maakt het denk ik wel heel interessant. Het is op nu.nl een tijdje niet mogelijk geweest om te reageren. En ja, bij elke vernieuwing die ze toegepast hebben van de website, kwam toch als eerste weer de vraag van mogen we weer online reageren? Of kan er weer een mogelijkheid komen om online onze mening te geven? Dus er is wel heel veel behoefte aan. En modereren zij ook? Steken ze daar energie in? Ze steken daar ongelooflijk veel energie in. Ze hebben een AI-pakket dat een soort van eerste filtering doet. Maar daarnaast zijn er, ik meen, 4-5 mensen die bijna voltijds hiermee bezig zijn. Dus dat is een enorme investering. En wat ik ook heel interessant vind, is dat ze ook ze proberen ook een policy te ontwikkelen. Dus een tijdje terug is bijvoorbeeld gezegd, klimaatontkenning mag niet meer. Dus alle berichten die ontkennen dat klimaatverandering door menselijk toedoen komt,
Die worden automatisch of semi-automatisch geweerd van de website. Dus ook dat aspect vind ik eigenlijk wel heel interessant. Nou, dat roept gelijk ook de vraag op hoe Nederlanders dan denken over content moderatie op dit soort websites. En als het goed is, hebben we daar ook een stukje interview van. En ik hoop dat het deze keer wel doet. Laat het even proberen. Nee, hij doet het niet. Dus ik ga het even voorlezen. Dan ga ik even doen alsof ik de interviewer ben en ook degene op straat. Dus de interviewer die vraagt, wat vind jij een goede online moderator? En dan zegt degene die geïnterviewd wordt, ja, dat is iemand die meteen de kern, een goede kwaliteit wil zeggen, dat hij in ieder geval meteen ook wel de kern van de zaak eruit weet te pakken. En dan is de vraag, mag een online moderator dan een mening hebben of moet hij neutraal zijn? En dan zegt de spreker op straat, nou, in mijn optiek moet de moderator onpartijdig staan in het hele verhaal. Dus het zou het mooiste zijn als hij ongefilterde berichten gewoon binnenkrijgt en dat daar dan een schifting in aan gaat brengen. Wat daar interessant aan is, denk ik, Dong, is dat blijkbaar mensen veronderstellen dat die moderator een mens is. Die achter zijn computer alles zit te modereren. Is dat een terechte veronderstelling? Nou, bijvoorbeeld op nu.nl denk ik dat de moderator, ja, ik weet niet de details, maar in veel systemen of veel platformen zijn ze inderdaad op dit moment nog mensen. Maar we zien inderdaad wel veel meer bedrijven die ook aan het investeren zijn in systemen die automatisch dit soort berichten kunnen detecteren. Dus je kunt ook denken aan berichten die haat zaaien bijvoorbeeld, of misinformatie. En dat is heel lastig, omdat ook wat als haatzaaiend wordt gezien. Nou, daar kun je een hele. Dat is al een heel moeilijk punt om te onderzoeken en om tot consensus te bereiken. Maar de volgende vraag is dan: wat doe je er vervolgens mee? Dus als je zo'n bericht detecteert, een optie is om het automatisch te verwijderen. Maar er zijn natuurlijk ook andere opties. Bijvoorbeeld het bericht visueel aanmerken online of de gebruiker informeren om te vragen om het bericht aan te passen. Dus ja, daar zijn ook nog allerlei opties voor te verzinnen. Waar eigenlijk ook meer onderzoek naar moet gedaan moet worden. Ja, dus er moet meer onderzoek zijn en misschien moeten mensen dat ook beter weten, Kevin. Weten mensen dat eigenlijk hoe dat gaat met moderatie online? Snappen ze hoe dat werkt? Ik denk dat heel veel platformen niet heel open daarvoor zijn. Dus er zijn wel wat blogberichten waarin ze beschrijven wat er gedaan wordt, maar niet precies wat ze bedoelen met haatzaaiend of hoe ze precies misinformatie definiëren. Daar zijn ze vaak niet heel open over. En wat misschien ook nog een goed punt is, is dat automatiesystemen natuurlijk ook niet per se neutraal zijn. Hè? Dat blijkt ook maar steeds weer uit onderzoek. Dus ook voor dat soort systemen blijft deze vraag ook relevant. Ja. En Kevin, kun jij daar iets over zeggen? Mensen die jij spreekt, snappen die hoe dit werkt? Ik heb de vraag niet direct gesteld aan mensen, maar ik heb het idee, laat ik het zo zeggen, dat mensen er wel een soort van scherp op zijn op platforms waarvan ze weten dat er iets van moderatie plaatsvindt. Want het raakt ook denk ik wel snel aan uitgesloten worden van discussies bijvoorbeeld. Dat is iets waar mensen wel gevoelig voor kunnen zijn natuurlijk. En het gaat ook heel erg over, als je modereert, dan moet je dus ook ergens dus kunnen bepalen wat mag wel en wat mag niet, zoals we het er net ook over hadden. Maar daar kunnen mensen dus ook mee oneens zijn. Dus als je zelf een klimaatontkenner bent, om het even zo te zeggen, dan vind je het niet zo prettig dat dat niet meer gezegd mag worden. En dat kan dan vooral als buitengesloten worden. En dat kan op zijn beurt ook weer tot gepolariseerde discussies online leiden natuurlijk. Dus je hebt partijen die... ook gewoon politieke partijen die het woord cordon sanitair gebruiken alsof het een normaal gebezigde taal is, zeg maar. En zo gaat het ook in online discussies. Dus daarin kan ik me wel voorstellen dat ja, het is gewoon iets waar je heel voorzichtig mee moet zijn ook. En dat uitsluiten echt het laatste redpil zou moeten zijn. Ja. En Dong, jullie project wil echt kijken om naar die cohesie tussen generaties ook te bewerkstelligen. Hoe gaan jullie te werk in dat project? Kun je daar iets over zeggen? Wat Emiel eigenlijk ook al zei, is dat we eerst een beter willen begrijpen hoe die online gesprekken zich ontwikkelen. Zij zijn eigenlijk vooral geïnteresseerd in
wat voor invloed heeft het taalgebruik van het bericht? Dus stel dat het bericht op een constructievere manier geschreven wordt, of heeft dat een effect op de empathie die dan vervolgens, kunnen dan empathie verbeteren tussen de verschillende groepen? Hoe verschilt, in hoeverre verloopt het gesprek anders als je een bericht op een andere manier zou formuleren? En we willen dus eerst grootschalige data analyseren aan de hand van computationele methoden, maar ook in samenwerking met sociale wetenschappers van de VU. En wat lastig is om aan de hand van wat we eigenlijk observeren online, om daar vervolgens hele harde conclusies uit te trekken. Want het is heel moeilijk om te zeggen van dit zou er gebeurd zijn als dit bericht anders was geschreven. Want dat weten we eigenlijk niet. Dus we willen eerst grootschalige analyse doen en dit vervolgens testen in een lab-experiment. En op die manier hopelijk tot inzichten komen die echt ingezet kunnen worden, bijvoorbeeld door online platforms of beleidsmakers bijvoorbeeld. En kun je daar iets meer over zeggen? Wat zou daar de ambitie zijn? Wat hoop je uiteindelijk uit het project te halen dat ook daadwerkelijk kan worden ingezet om dat debat constructiever te maken? Je kunt daarbij denken aan adviezen voor moderators. Bijvoorbeeld, als je een bericht formuleert, let dan hier of hier op bijvoorbeeld. Maar je kunt ook denken aan platforms die bijvoorbeeld berichten automatisch willen uitlichten. Dus welke berichten zijn dan goed om uit te lichten? Hoe kunnen zij dan het vervolg van zo'n gesprek beïnvloeden? Dus er zijn denk ik verschillende punten waarop we hopelijk kunnen bijdragen aan het eind van het project. En we zijn nu nog vrij in het beginstadium. Ja, en Kevin, hoe zit dat met Emma? Wat is jullie belang hierbij? Wat hopen jullie hier uit te halen? Nou, specifiek over dit project ben ik niet zo erg bij aangehaakt geweest tot nu toe. Maar in het algemeen haken we vaak bij deze projecten aan, ook omdat wij zelf heel veel vanuit de overheid dit soort discussies bijhouden. De Rijksoverheid die wil ook steeds meer de verbinding zoeken met haar burgers in dit geval. Discussies die al leven ook als ze daar zelf niet mee bezig is. Dus die moet daar gewoon iets mee. En heeft ook zelf in het verleden wel regelmatig een soort maatschappelijke discussie zelf geïnitieerd rondom een thema waarvan gezegd wordt, nou, dat is een supercomplex thema, ook energietransitie is er weer zo één. We gaan daar niet alleen maar over verzinnen wat er zou moeten gebeuren, maar we gaan gewoon uitvragen wat vindt men. En dat is best wel lastig, want je kunt daar van alles op terugkrijgen. Soms krijg je heel technische discussies, waardoor mensen niet meer kunnen aanhaken. Maar wie ga je dan zeggen, stop jij maar even met praten en ga jij maar verder. Zeker als je een partij bent zoals de Rijksoverheid, die ook gewoon daar neutraal in zou moeten staan. Of in ieder geval iedereen aan boord zou moeten laten en open zou moeten zijn. Best wel ingewikkeld om te bepalen waar trek je dan een grens en waar niet. Dus ook voor ons, dat wij adviseren dan de overheid die vaak over of volgen zelf die discussies, is dat best wel lastig om daar goed advies in te geven. Die neutraliteit van die moderatie, dat is eigenlijk toch wel heel erg lastig. Hè? Want welke berichten haal je dan naar voren? Hoe ga je daarmee om? Ook als overheid, hoe interveneer je daarin of niet? Roept dat bepaalde ethische vragen ook op die jullie meenemen in jullie onderzoek, Donk? Ik denk dat eigenlijk het gehele onderzoek ethische vragen sowieso relevant zijn. Dus wat doe je er bijvoorbeeld met een bericht dat je detecteert, maar ook bijvoorbeeld het gebruik roept ook al heel veel ethische vragen op. Dus het is eigenlijk relevant voor het hele project. En wat ook vooral een uitdaging is, dat heel veel van de ideeën of concepten die relevant zijn, zoals wat is neutraliteit precies of hoe definieer je nou empathie, dat ook hele moeilijke vraagstukken zijn. En daarbij hebben we dus gelukkig ook samenwerkingen lopen met bijvoorbeeld sociale wetenschappers, want zelf kom ik vanuit de informatica, om dat op een goede manier aan te pakken. Maar dat is, zoals je zegt, een hele lastige uitdaging. En kan je dat op de een of andere manier ook monitoren? En hebben we dat misschien nodig, dat online debat ook op die en ook de moderatie van het online debat gemonitord wordt? Moeten we dat reguleren? Bedoel je daarmee echt de effecten van moderatie te
te meten. Ja, moeten er bepaalde spelregels komen voor moderatie, hoe je daarmee omgaat, zodat het duidelijk is voor de moderatoren zelf, maar ook voor het publiek, hoe dat werkt. Zelf denk ik dat online platforms daar meer openheid over kunnen geven. Maar ook dat het eigenlijk heel belangrijk is dat zij meer data beschikbaar maken voor onderzoekers om de effecten daarvan te kunnen meten. Want nu is het ook voor onderzoekers heel moeilijk om bijvoorbeeld te begrijpen wat de effecten zijn van wat Facebook nou precies laat zien of niet laat zien. Of de effecten van moderatie op Twitter of op nu.nl. Vaak kun je als onderzoeker maar toegang krijgen tot een klein gedeelte van de data. Dus ik denk dat openheid niet alleen van wat wanneer een bericht verwijderd wordt, maar ook openheid over de data, dat heel veel bij kan dragen aan betere online gesprekken. Dat is bij veel platforms is dat natuurlijk, hè, de grote social media platforms, is dat lastig. Is dat makkelijker als je met een partij als Nu werkt, Emiel? Dan krijg je misschien makkelijker toegang. Ja, ik moet zeggen dat wij krijgen goed toegang, zowel tot de berichten die online zijn verschenen, maar ook over de berichten die verwijderd zijn. Dus we hebben gewoon een goede constructieve samenwerking met nu.nl. Dus denk ik ook omdat ze vinden het interessant wat we doen, maar het is ook echt een probleem voor hun. Hè? Het is iets waar ze zelf ook nog hun weg in moeten vinden. En ik denk dat ze alle aanbevelingen en tips die we kunnen geven als onderzoekers, die zullen ze waarderen. Omdat het gewoon, het is belangrijk voor hun. En het gaat ook om echt, dat heb ik net ook al gezegd, maar ik wil het nog een keer benadrukken. Het gaat om enorme hoeveelheden. Hè? Dus ook als je naar die, we hebben het dan, ethiek is denk ik heel belangrijk, maar als je naar de reacties zelf kijkt, dan zie je dat het zo'n enorme variatie is aan reacties die je krijgt. Dat gaat echt alle kanten op. Dat vind ik elke keer toch weer verbluffend als je dat ziet en daar in meer detail naar kijkt. Ja, dus dat is een enorme bak met data die voor onderzoekers ontzettend interessant is om mee aan de slag te gaan. Ja. Ik denk voor burgers die reageren op onder dit soort berichten totaal onoverzichtelijk is. Dus mooi als daar wat lijn in kan worden aangebracht. En ik denk dat er een groot maatschappelijk belang ook ligt als dat maatschappelijk debat wat constructiever wordt. Dus laten we hopen dat deze twee projecten daaraan bijdragen. Dankjewel. We gaan over naar het volgende gespreksonderwerp hier. En daarvoor vragen we ook Maarten van Steen erbij. En waar we het nu over gaan hebben, is meer over hoe ga je om met dit soort data? En hoe verhoudt zich dat tot de principes van fair data? Dat is ook het onderwerp van deze conferentie. Hè? Dus data die voldoen aan de principes van vindbaarheid, toegankelijkheid, interoperabiliteit en herbruikbaarheid. En ik denk het onderzoek dat Maarten doet, hè, naar voetgangersgedrag in de publieke ruimte, dat roept altijd vragen op. Net zo goed als het onderzoek dat Dong doet naar de publieke ruimte online vragen op. Van wat mag je eigenlijk verzamelen qua data? Hoe verhoudt zich dat tot privacy? Maar ook als je die data dan eenmaal hebt, hoe ga je daarmee om? Kan je ze nog beschikbaar stellen aan andere onderzoekers bijvoorbeeld? Dus daar gaan we het in de rest van dit panel over hebben. Met Maarten en met Dom. En Maarten, jij doet onderzoek naar voetgangersgedrag. Ik neem aan in Enschede, in Twente, misschien ook elders. Maar als je daar rondloopt, weet je dan ook precies waar de camera's hangen? Heb jij een soort tweede oog dat je steeds kijkt van hier word ik in de gaten gehouden? Dat is een leuke vraag. Nee, ik let helemaal niet op camera's. En overigens is het onderzoek niet specifiek bij Enschede. Kijk, als ik heel eerlijk ben, ik ben eigenlijk niet eens geïnteresseerd in voetgangersgedrag. Ik ben wel heel erg geïnteresseerd in het automatisch meten van het voetgangersgedrag op zodanige wijze dat ik garanties kan geven dat de privacy niet in het geding is. En dat is een heel moeilijk vraagstuk. Waarvan de oplossing in sterke mate afhangt van wat je nou wil meten van dat voetgangersgedrag. Dus en dat wil ik ook even benadrukken, want ik ben ervan overtuigd dat wat wij heel vaak doen is, we hebben bakken met data en Dong zal dat ongetwijfeld kunnen beamen, waarbij het ontzettend interessant is om daar eens helemaal in te duiken en om te kijken wat je daar nou uit kunt halen.
Nou, ik zit in een groep van onderzoek, zeg maar, wat feitelijk zegt van nou, misschien moet je eerst eens gaan afvragen wat je nou feitelijk wil weten, dus welke vragen heb je, om dan te kijken van, overigens beschuldig ik niet dat Dong dit al een aanpak heeft, dat ik dat direct al even voor al tegen voorzichtig. Dat het helder is, ja. Maar om het heel simpel te houden, de vraag gaat vooraf aan de data. En als jij heel helder je vraag weet, dan kun je waarschijnlijk ook goed formuleren welke data je daarbij nodig hebt. En dan krijg je vervolgens nog het fenomeen zo van ja, maar in hoeverre is die data nou exclusief bedoeld om die vragen te beantwoorden? Of kan ik ongewild met die data ook andere vragen beantwoorden die ik in eerste instantie helemaal niet op het netvlies had staan? En dat vind ik zelf persoonlijk een heel interessant gebied. Waarbij ik gewoon wil alleen maar die datasets wil afleveren waarvan ik zeg van nou, volgens de wet zijn ze in ieder geval GDPR compliant, laat ik het even zo formuleren. En kun je iets meer vertellen over dat project wat jullie doen? Het gaat over voetgangers, maar je bent eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd in voetgangers. Nee. Dus de kern van het vraagstuk is eigenlijk het volgende. Dus ik zit aan de technologische kant, maar ik werk samen met een specialist op het gebied van urbanisatie. En juist daar ligt de kennis over van, ja, maar waarom zou je überhaupt voetgangersgedrag willen meten? Dus die doet daar ook expliciet onderzoek naar, van welke vragen daarvoor relevant zijn. En laat ik bijvoorbeeld twee uitersten noemen. Een hele simpele is dat je bijvoorbeeld op drukke pleinen alleen maar wil meten hoeveel mensen er zijn. Nou, daarvan zeg ik als techneut, dat gaat lukken om op zo'n manier te meten dat de privacy van mensen geborgd kan zijn. En privacy bedoel ik mee dat het niet mogelijk is uit de opgehaalde data om daar het individu uit te kunnen destilleren. Maar een vraag als, kan ik bijvoorbeeld het gedrag meten van forenzen? Dat wordt al heel anders, omdat je namelijk dan over ten eerste langdurige tijd en over meerdere locaties moet je het heen en weer gedrag van mensen gaan proberen te meten automatisch. Nou, daarvan zeg ik als techneut, daar heb ik geen oplossing voor. En dat geeft dan aan zo van, nou, misschien moet je dat soort vragen dan kwalificeren als, ja, leuk dat je hem stelt, maar die kun je niet zonder meer in het publieke domein proberen uit te voeren. Dus daar zul je andere dingen voor in werk moeten gaan stellen. Wil je mensen zover mee gaan krijgen dat ze aan zo'n onderzoek gaan deelnemen? Ja. En hoe zouden we dat, er zit een spanning, denk ik, tussen de gedachte achter fair data. Dus dat je data ook zoveel mogelijk ter beschikking weer wilt stellen aan anderen. En de gedachte dat je ook de dataset gebruikt waar die voor bedoeld is. En ook waar mensen, ja, als je even jouw forensengedrag een voorbeeld aanhaalt, ook waar mensen toestemming voor hebben gegeven. Is dat een probleem waar jullie naar kijken? En hoe je dat, heb je een gedachte over hoe je dat zou kunnen oplossen? Dat zijn twee vragen. Dus dat is beslist iets waar we naar kijken. Dus wat ik eigenlijk wil, is datasets afleveren die exclusief bedoeld zijn voor de vragen die we in eerste instantie gesteld hadden. En daar ook aantoonbaar ook alleen maar die antwoorden kunnen geven. Ben ik in staat om, samen met mijn collega die dus expert is op het gebied van urbanisatie, om daar tot oplossingen voor te komen? Nou, in zijn algemeenheid denk ik dus niet. Maar dit, ik denk dat dit, die tweede vraag, dat dat een hele spannende is. En ik denk dat we daar met z'n allen nog heel veel onderzoek naar moeten doen van wat nou wel kan, wat niet kan. En vooral dus ook de zij-effecten van bepaalde data beschikbaar stellen. En daar heb ik geen antwoord op. Nee. Helaas. En als je nou in jouw ambitie om datasets ter beschikking te stellen die ook echt heel erg uitgaan van een specifieke vraag. Zijn dat dan ook datasets die ook nog bruikbaar zijn voor anderen of in ander onderzoek? Of zeggen we dan eigenlijk de datasets die we creëren, die zijn eigenlijk voor eenmalig gebruik? En misschien als je wilt repliceren, maar daar houdt het wel mee op. Nou, wat je kunt voorstellen is dat je ook datasets kunt creëren die gebruikt kunnen worden om nieuwe datasets te genereren. Dus datasets die hebben bijvoorbeeld bepaalde statistische eigenschappen. En het verzamelen is vaak al heel erg lastig. Maar stel je dan voor dat ik in staat ben om datasets te genereren, of eigenlijk te verzamelen en ook beschikbaar te stellen, waaruit andere synthetische datasets kunnen maken die
eigenlijk al gevalideerd zijn, omdat ze eigenlijk uit een oorspronkelijke dataset komen. Door bijvoorbeeld bepaalde statistische eigenschappen en dergelijke gewoon mee te kunnen nemen. Nou, dat vind ik wel een manier van datasets beschikbaar stellen, zodanig dat die eigenlijk generaliseerbaar zijn, mogelijkerwijs naar andere vragen. Daar doe mij zelf trouwens niet zoveel onderzoek naar, want ik denk dat dit een hele moeilijke vraag is. Maar ik verwacht eerlijk gezegd wel dat we in een aantal jaren daar steeds meer kijk op gaan krijgen van wat er wel of niet kan. Ik vermoed trouwens dat Dong daar dieper in zit dan ik zelf. Ik zeg altijd bij, ik ben gewoon maar een eenvoudige techneus. Maar trouwens wel als Dong ook eens informaticus. Dus, ja. Dat hebben we wel weer met elkaar gemeen. Die zit een beetje in hetzelfde domein. Maar laten we eens even naar Dong gaan. Want kan jij daar iets over zeggen? Hoe denk jij over dit soort kwesties? Ik vind dat Maarten een heel goed punt aanhaalt. Dat de vraag enorm belangrijk is. En dat het ook vaak heel sterk gekoppeld is aan de dataset die vervolgens verzameld is. Dus wat ik bijvoorbeeld wel zie in mijn eigen vakgebied de laatste 2 of 3 jaar. Is dat er heel veel aandacht nu is naar het documenteren van datasets. En daarbij gaat het niet alleen om de metadata bijvoorbeeld. Of precies beschrijven wat er nou, hoe die dataset is gecreëerd. Maar juist ook heel veel aandacht te geven aan waarom is die dataset gemaakt en voor welke doeleinden kan het dan gebruikt worden. Omdat we dus vaak gezien hebben, in ieder geval in mijn eigen vakgebied, dat zodra een dataset beschikbaar is, dat sommige onderzoekers dan gewoon de neiging hebben om het te pakken en het te gebruiken voor allerlei doeleinden waar het eigenlijk helemaal niet geschikt voor is. En daar is nu al steeds meer aandacht naar. Maar het is inderdaad heel moeilijk en het is ook... Tenzij je echt de toegang tot een dataset enorm beperkt, kan je het als onderzoeker ook niet volledig tegenhouden. Als je het in ieder geval helemaal beschikbaar maakt openbaar, dan kan het voor doeleinden gebruikt worden die je misschien niet voor ogen had. Maar wat je in ieder geval wel kunt proberen is om zo goed mogelijk te documenteren en uit te leggen van welke doeleinden kunnen wel. Wat zijn de limitaties? Zitten er bepaalde fouten in? Om in ieder geval, ja... Toch te proberen dat mensen het op een verantwoordelijke manier gebruiken, maar het is inderdaad heel erg lastig. Ja. Nou, hadden we ook wat mensen op straat gevraagd hoe zij tegenover bijvoorbeeld het feit staan dat ze in kaart worden gebracht als voetganger. En maar degene die we daar spraken, die zei van nou, als dat op een soort geaggregeerd niveau gebeurt, vind ik dat niet erg. Maar als ik als individu gefilmd word, dan vind ik dat een stuk lastiger. Nou, dat gebeurt ook niet als ik Maarten mag geloven. Maar het ligt misschien wat anders, denk ik, in jouw onderzoek, Dong, waar eigenlijk altijd als je datasets hebt met uitingen op internet, dat die toch op de een of andere manier misschien te traceren zijn en ook persoonlijker zijn dan je verplaatsen. Ja, zeker. En wat je vaak ook ziet is dat zelfs als een bericht toegankelijk is voor iedereen, dan kunnen nog steeds best wel persoonlijke zaken besproken worden. Dus ik denk dat toen het internet zeg maar net opkwam, toen was echt de gedachte, als het publiek is, dan mag je het gebruiken. Terwijl onderzoekers nu steeds meer en meer bewust worden van het feit dat zelfs als het publiek is, betekent niet direct dat je het voor alles kunt gebruiken. Maar dat is inderdaad ook vrij lastig. Ik vind het wel grappig, ik vraag het soms aan mijn studenten in een vak van wat zij ervan zouden vinden als hun Twitterberichten bijvoorbeeld gebruikt zouden worden. En dan zie je eigenlijk dat veel studenten het eigenlijk helemaal niet zo erg vinden. Maar er zijn wel wat systematische onderzoeken geweest de laatste tijd. En daarin zie je dat het vooral uitmaakt hoe het gebruikt wordt. Dus als het voor wat mensen als een goed doeleinde zien, dan vinden ze het vaak oké. Okay. Zeker als het gaat over groepen in plaats van individuen. Maar als het gebruikt wordt om je gedrag in kaart te brengen om bijvoorbeeld een bepaald product op de markt te zetten, dan veranderen mensen natuurlijk ook weer van mening. Dus hoe het gebruikt wordt is ook heel erg belangrijk. En kunnen we daar iets van waarborgen voor inbouwen? Want dat lijkt me lastig. Hè? Je ziet dat ook in andere landen wel gebeuren, dat er toch wat meer surveillance is op het gedrag van burgers online. Hoe moeten we daarmee omgaan? En is dat ook een vraag voor de wetenschap? Moeten wij ons daar bewust van zijn? Ook als we dit soort datasets creëren? Dit is denk ik een hele lastige vraag. Je ziet wel dat online platformen daar ook nu steeds meer over nadenken. Dus bijvoorbeeld Twitter heeft echt gezegd, je mag geen data verzamelen voor deze en deze en deze doeleinden. Sinds volgens mij een jaar of zo. Dus ze zijn ermee bezig, maar dit is een behoorlijk lastige kwestie. En wat ik zelf al probeer in ieder geval in mijn eigen onderzoek echt na te denken, wat is de onderzoeksvraag? Is het echt een belangrijke onderzoeksvraag om te onderzoeken?
En wat zijn dan de risico's bijvoorbeeld in het delen van data? Om daar echt een bewuste keuze in te maken in plaats van, zoals Maarten zei, gewoon alles te verzamelen wat kan. Maar je ziet toch dat de discussies nog steeds lopen, ook binnen het vakgebied, van wat nou wel of niet acceptabel is. Nu denk jij erover, Maarten, want ik zag je zo net een beetje fronsen. Nou, ik kan snel fronsen hoor. Nee, dus één ding wat telkens wat bij me opkomt is, we hebben het inderdaad ook heel vaak over data delen. En volgens mij begint daar vaak de ellende. Daar heb ik geen diep inzicht in op dit moment. Maar wat ik wel een hele mooie beweging vind, is dat de datasets steeds moeilijker worden om te delen. En het heeft een heel interessante bijwerking, dat heet nu Federated Learning. Waarbij, om het heel simpel te stellen, je de data niet naar de berekeningen brengt, maar de berekeningen naar de data. En nou, afgezien van het feit dat er vaak ook gewoon juridische redenen zijn om data niet te mogen delen. Bij mijn universiteit hebben we gecertificeerde opslagen. En zodra wij data gewoon gaan delen, dan zijn we opeens ons certificaat zijn we kwijt. Nou, dat wil je niet als universiteit. Maar het grote, denk ik, waar flink wat potentie in zit, is als je berekeningen naar de data brengt, dat je daarmee ook meer controle kunt uitoefenen op wat er met die data gedaan wordt. Nou, is het een enorme speculatieve opmerking, want het is vaak ook technisch gezien ontzettend lastig om te zien wat nou een berekening doet op data, hè? En wat de relatie is tussen die data, de berekening en de resultaten die opgehaald worden. Maar desalniettemin biedt dit wel in ieder geval een enige houvast, mogelijkerwijs, om wat scherper te zijn op, maar wat ben je nu eigenlijk uit mijn koelkast aan het halen, om het zo maar even te stellen. En het zou mij niet verbazen als dat binnen een aantal jaren een richting gaat worden waar we meer aandacht gaan besteden, zodat Twitter niet hoeft te zeggen van, joh, je mag de data alleen maar voor de volgende doeleinden gebruiken, of je mag ze niet hiervoor gebruiken. Maar dat Twitter gewoon controle kan uitoefenen op wat mensen met hun data aan het doen is. Ja, en dan is hun ook nog iets, dan zie je me dus fronzen, want dan weet ik niet precies wat de regels zijn bij Twitter. Maar ik ben bang dat als je daar iets op publiceert, dat je ook de eigenaarschap kwijt bent over je eigen data. Maar dat weet jij waarschijnlijk beter dan ik. Maar goed, we kennen genoeg andere voorbeelden waar het gewoon gruwelijk misgaat. En we hoeven de grote techreuzen hier niet expliciet voor te benoemen waar het gewoon misgaat. Maar goed, dit is wel, denk ik, een hele interessante ontwikkeling die kan gaan plaatsvinden. En jullie eigenlijk, jullie hele onderzoek gaat over sociale cohesie, ook in die uitwisseling van gedachten tussen generaties. Tegelijkertijd ja, zit daar ook een element van vertrouwen in, denk ik. Dat heel erg van belang is. En hoe kunnen we er nou voor zorgen dat vertrouwen niet alleen komt in het publiek debat, maar ook in de wetenschap en in het verzamelen van deze data en hoe je daarmee omgaat. Hebben jullie daarover nagedacht? Dat is een heel interessante vraag. Ik denk dat sowieso openheid natuurlijk heel belangrijk is. Dus openheid in het beschrijven en delen van data, in hoeverre dat dan ook mogelijk is. Er zijn natuurlijk wel bepaalde restricties. Maar ook bijvoorbeeld juist contact te leggen met maatschappelijke partners of in bepaalde activiteiten meedoen waarbij je dus ook het algemene publiek bereikt. En juist ook heel erg openstaan of open zijn over de limitaties van wat we doen. Dus heel duidelijk zijn van, nou, dit hebben we gevonden, maar dit moeten we nog verder onderzoeken. Of dit hebben we nog niet mee kunnen nemen. Want ik denk dat het vooral juist misgaat in die situaties waarbij te harde conclusies getrokken worden uit onderzoek. En dat vervolgens blijkt dat het helemaal niet klopt of dat het helemaal uit context wordt genomen. En dat juist soms het maatschappelijke vertrouwen kan verlagen. Ik zie jou knikken, Maarten. Ja. Je zei net van, ik loop door de stad, maar ik ben me niet bewust van al die camera's. Moeten mensen dat zijn? Nou, weet je, het liefste niet. Ik ben toch wel enigszins een optimist. In de zin van dat ik wil eigenlijk heel graag gewoon vertrouwen hebben in publieke instanties en overheden.
En ik wil ook vertrouwen hebben in wetgeving, die ervoor zorgt dat als ik gefilmd word, of net zoals bij mij in geval van wifi-tellingen, dat daar een apparaat achter zit, dus niet een fysieke apparaat, maar gewoon een organisatieapparaat, die ervoor zorgt dat er gewoon op een maatschappelijk verantwoordelijke wijze met mijn data omgegaan wordt. Of in ieder geval wat ze van mij hebben opgepikt. Nou, is dat al een optimisme dat niet iedereen deelt? Maar het zou wel mooi zijn als het wel op die manier zou kunnen. En dan hoef ik namelijk niet meer op die camera's te letten. Nou, dat legt natuurlijk ook wel een verantwoordelijkheid bij bepaalde overheidsinstellingen neer. Maar ik wil daar eigenlijk nog wel heel graag van uitgaan. En ik denk dat wij ook als maatschappij uitstekend in staat zijn om instanties in het leven te roepen die daar ook controle uitoefenen. Kijk, net zoals bijvoorbeeld met die wifi-tellingen. Ja, ik zal ook... Dat zal je ook niet verbazen, regelmatig met verbazing naar het AP heb gekeken, die hier soms mee omgegaan is. Maar ja, ik kan ze ook eigenlijk geen ongelijk geven, als ik ook soms zie hoe bepaalde collega's om zijn gegaan met die wifi-tellingen. En dan heb ik gesprekken zo van, ja, maar hoe heb je dit nou toch kunnen doen? Dit is toch maatschappelijk niet verantwoord om op deze manier data te verzamelen, heel lang te bewaren en zo. En denk ik, ja, nou, AP, ga je gang. Ja, dan klopt het. Maar dan heb je dus wel instellingen als het AP nodig en met elkaar afgesproken, et cetera, dat die check en double checks gewoon uitgevoerd worden. En dan hoef ik niet meer op te letten van waar die dingen dan wel hangen. In het hele FAIR principe is data stewardship is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel. Is dat iets dat breder maatschappelijk ingevoerd zou moeten worden? Oh, wat een mooie vraag. Laat ik eerst even toelichten waarom ik dit een hele mooie vraag vind. Kijk, één ding wat ik lastig vind, en ik vermoed Dong dat jij het hier wel mee eens bent, is dat er een enorme kloof is tussen mensen die aan de technologiekant zitten, en die technologie, nou laat ik het even heel simpel houden, die technologie redelijk begrijpen, en de kennis van die technologie over mensen die technologie gebruiken. En ik zie die kloof steeds groter worden. En dat verontrust me, omdat er straks ontzettend weinig begrip is van wat er nou feitelijk allemaal under the hood allemaal plaatsvindt. En ik heb daar geen goed gevoel bij. Data stewardness, of zeg maar in het algemeen digital savviness, noem het maar even, geef het beestje maar even een naam, dat zou enorm helpen om wederzijds begrip te kweken over wat we wel of niet acceptabel vinden. Kijk, dit is een van de redenen waarom ik het zelf heel erg leuk vind om met mensen die echt in een heel ander domein aan het werken zijn en niet zo noodzakelijkerwijs veel van die technologie weten, om daarmee om te gaan. Want als ik het niet uitgelegd krijg aan iemand anders, dan klopt er iets niet. Het ligt aan mij, hè? Dus niet aan de ontvanger. Ja, zoiets als data steward zou er daar heel goed bij kunnen helpen. Ook omdat ik denk dat de kwaliteit van data verzamelen en het verwerken kan echt beslist omhoog gaan. Vooral daar waar mensen eigenlijk inherent niet geïnteresseerd zijn in wat je technisch met data kunt, maar gewoon geïnteresseerd zijn in de vraagstelling die vooraf gaat aan die data. Ik ben wel benieuwd naar Dong's mening hierover. Ja, Dong, denk je dat zo'n data steward een beetje een moderator kan zijn ook tussen techniek en samenleving? Een moderator, ja, weet ik niet. Ik denk wel dat het goed zou zijn als er meer mensen zouden hebben die een brug kunnen slaan, zoals Maarten al zei. Wat ik ook zelf merk in mijn eigen omgeving is dat aan de ene kant overschatten mensen soms wat er met data gedaan kan worden en wat huidige AI-systemen kunnen. En aan de andere kant onderschatten ze het ook wel weer dat ze allerlei dingen online zetten. Dus ik denk het bewustmaken van wat zetten we nou precies online, hoe kan die data gebruikt worden. En dan ook gewoon binnen onderzoekers zelf beter voorlichting, hè, van documentatie en waar we aan moeten denken. Kan denk ik enorm verschil maken op lange termijn. Ja. En het is lastig omdat het verandert zo snel. Hè? Techniek, data verandert zo snel dat het ook heel moeilijk is om daar goede regels of adviezen voor op te stellen. Want soms wil je wel als onderzoek het beste doen,
Maar dan zijn er zoveel tegenstrijdige adviezen dat je soms zelf ook niet goed weet wat nou het beste is. Dus ja, het is een lastig probleem. Het is een lastig probleem, maar het mooie is hè, dat we daar met z'n allen nu, en dat blijkt ook wel uit dit gesprek, wel over het nadenken zijn. En er ook aan oplossingen proberen te denken. Dus we zijn aan het eind van dit panel gekomen. Ik denk dat dat heel belangrijk is, hè, die bewustzijn bij wetenschappers over wat je aan het doen bent en wat de maatschappelijke implicaties daarvan zijn. En aan de andere kant ook in de samenleving begrijpen wat de maatschappelijke implicaties zijn van al die technologische ontwikkelingen, ook voor jou in je dagelijks leven. Ik denk dat dat eigenlijk het kernonderwerp is dat we bestuderen in het Digitale Samenleving programma en ook in deze projecten. En daarbij ook steeds, en dat is ook mooi, Maarten zei dat al eventjes, meer die technische kant en de SSH-kant bij elkaar brengen om beide kanten van diezelfde medaille in beeld te brengen. Nou, ik denk dat we daar in dit gesprek ook heel mooi over hebben gehad. Dank jullie wel en nou, tot een latere gelegenheid. Ik ben benieuwd hoe de projecten uitpakken. Bedankt. Dank jullie wel. Oké. Dag. Dag.